We zijn nu op de set van de zomerserie van Brugklas. En vandaag ga ik kijken hoe coronaproof het eigenlijk is. Goedemorgen allemaal. Ik ben Mickey en ik speel Soraya in Brugklas. Ik heb net lekker gedoucht en ik heb me klaargemaakt. Want ik ga zo meteen naar de zomerserie van Brugklas. Ik ga er kijken op de set en ik heb er heel veel zin in. Hoi jongens, ik ben nu aangekomen op de camping. Hier zie je het op de achtergrond al een klein beetje. En ik heb hier mijn corona-proeftasje mee met een centimeter en een gelletje. En we gaan vandaag eventjes kijken hoe corona-proof de set is. Ik ben er en ik zie hier al op het bord allemaal maatregelen staan. En hier achter mij zijn alle figuranten. Hoi! Oké, ik ben nu binnen. En dit is dus backstage ruimte. En wat is hier? Eten. Ja, je mag het niet zelf doen. Oké. Okay. Dus wat wil je? Ik heb soepie. Ertessoep. Oh, lekker. Ik wil wel soep. Ja. Oké. Dankjewel. Dankjewel. Dus ik ben er nu echt en ik ga nu met de rest van de kast lekker eten. Ik ben nu onderweg naar het strand en daar zijn ze nu bezig met de leader shots. En de leader shots zijn de shots die je aan het begin van de serie ziet. En daar zijn nu ook alle acteurs aanwezig, dus die gaan jullie nu ook zien. Ik heb hier een 1,5 meter stok en hiermee gaan we de interviews doen. Dus ik kan hem zo dichtbij mij houden en als ik iemand anders ga interviewen... We hebben precies 1,5 meter afstand. We zijn er en hier is iedereen. De cast van de zomerserie. Else, Rens, Thibaut. Dankjewel. Is dit de eerste keer dat je acteert? Ja, dit is de allereerste keer dat ik acteer. En hoe vind je het om in deze serie te spelen? Ja, echt super gaaf. Hele mooie belevenis. Nice. Oké, ik heb nu een vraagje voor Raquel. Wat houdt jouw rol precies in? Nou, ik ben lekker op vakantie hier. En ik word verliefd op... Oeh, spannend. Ik vind het gewoon zo leuk aan bijvoorbeeld de zomerserie of als je op buitenlandse reis gaat, dat je gewoon ergens anders filmt. Dus het voelt ook gewoon een beetje als vakantie. Dus ik vind dit wel echt heel leuk om te doen. En we kunnen surfen en we slapen in een huis met z'n allen. Dus ik vind dit eigenlijk wel heel leuk. Oké, okay, check this out. Wow! Okay, ze gaan dus nu de leader shots opnemen. Ik wens je heel veel succes, want het water is volgens mij heel erg koud. En nu gaat Else mij leren hoe ik moet rijden in de golfcar. Jongens, ik heb er zin in. Het komt eraan. Ik weet nog niet helemaal hoe het werkt, maar we komen erachter. Oké, ik ben benieuwd. Ik vind het spannend. Wat doe je, Else? Wat doe je? Oh. Zeker. Je gaat hier naar beneden. Nee, oh, dat vind ik niet leuk. Hou hem recht, hou hem recht. Ja. Elsa, ik vind het niet real. Je maakt me bang. Oh, sorry, dat mag ik niet zeggen, maar ik moet even in paniek. Els, je rijdt bijna tegen die auto aan. Elsa, ik wil niet meer met jou. Nee, kom, stoppen. Dat ik zeg stoppen, moet je stoppen. Nu ga ik rijden. Nee, waarom gaat ze dat zo naar voren? Ik heb een beetje een gevaarlijke situatie gekregen. Dit moet je even niet. Oh, jij moet mij duwen. Oh. Ik krijg hem. Ik laat hem lekker daar staan en ik ga nu lekker terug naar het huisje. Lekker daar even chillen. Ik ga nu de vlog overnemen en ik kan het niet, maar het maakt niet uit. Nee. Sefcan is 1,5 meter. Wat begin jij daar al over? 1,5. Welkom bij de backstage video van Brugklas op Zomerkamp. Zoals jullie nu zien, zijn al mijn vrienden pleiten. Die hebben mij achtergelaten, die hebben mij verlaten. Dus ik ga zelf maar eventjes een vakantieparadijsje maken hier ook. Zo, nou. Lekker. Oef. Ik heb officieel vakantie. Jullie hebben namelijk een aantal vragen toegestuurd en ik heb er een paar uitgekozen en die gaan we nu beantwoorden in deze mini Brugklas Q&A. Vraag 1 is, wat gaat er gebeuren met Steve in Brugklas?
Nou, Steve die wordt tweede klasser. Dus ik ben niet meer heel vaak te zien, maar ik kom nog wel terug. Als het goed is. Dus, als het goed is. Als het goed is. We houden nog op spanning. En ik blijf zitten dit jaar. Dus ik blijf nog een jaartje eerste klasser. En verder wordt mijn rol een beetje meer spicy of zo. Oké, vraag nummer 2 is: is er iets van liefde of spanning op de set? Nee. Tussen de echte mensen. Dus in niet het echt, maar, in het echt, maar, nee. Ja. Nou ja, niet dat ik weet. Okay. Ja, we vinden elkaar, we houden gewoon heel veel van elkaar, maar niet op die manier. Op die manier. Niet als in leuk leuk. Oké. Okay. Steve, wat vind jij jouw hoogtepunt, of nou eigenlijk vraag ik je aan Else, wat is jouw hoogtepunt in de laatste 2 jaar brugklas? Ja, ik vond het reisje naar Portugal, dat vond ik echt heel erg snap leuk. Ik. Dat was echt gewoon, het was gewoon niet eens echt werken, het was gewoon een soort van vakantie. Ik heb eigenlijk best wel zin in een ijsje. Even kijken of ik dat kan fixen. Ze loopt zo aan me voorbij, hè? Dankjewel. Ik weet het ook allemaal niet meer. Eén moment zit je gewoon te genieten van een ijsje. Het andere moment zit het gewoon in je hersenen of zo. Daan heeft het gewoon in mijn gezicht gesmeerd. Kijk hem zitten, hij geniet daar gewoon. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Als je deze video nou leuk vond, dan moet je even een blauw duimpje omhoog doen. En vergeet niet te abonneren. En check zeker ook onze volgende video's. Tot de volgende keer!